Ja, je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar elk jaar komen er duizenden ZZP'ers in de zorg bij. Het biedt vrijheid door de flexibele werktijden, maar niet voor iedereen wegen de voordelen op tegen de nadelen. Sandra Fromijn werkte 2,5 jaar als ZZP'er in de zorg, maar stopte daarmee. Ze besloot om terug te gaan in loondienst. En Sandra werkt nu met veel voldoening op een gesloten afdeling voor dementerenden. En Sandra is nu bij mij in de studio aangeschoven. Goedemorgen, Sandra. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Um, ja, we spraken elkaar net al even uh, tijdens het lied. Um, jij houdt ontzettend veel van je werk. Als je erover vertelt, dan begin je te stralen. Wat is nou het allermooiste van werken in de zorg, wat jou betreft? Ik, het allermooiste dat ik vind van het werk in de zorg... is uh, wat je kan betekenen voor de mensen. En uh, wat mij... Uh, het mooiste is dat als ik, als ik iemand geholpen heb, bijvoorbeeld, dat ik een, een glimlach krijg van iemand. Of als iemand verdrietig is, dat je even een arm om iemand heen kan leggen. En dat is eigenlijk waar de zorg, wat mij betreft, om draait: mm. dat je mensen een, een mooie dag kan geven, met veel plezier, en, maar ook een luisterend oor. En uh, natuurlijk uh, de andere dingen, zoals het wassen van de mensen en zo, dat, dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Maar dat zijn wel de dingen, de dingen waar wij het voor doen, zeg maar, in de zorg. Ja, je zegt het mooi, je, je, je hebt echt een baan met betekenis. Wat, wat, wat kun je dan voor dementerende mensen betekenen uh, ten diepste? Het is uh, voor mensen met dementie uh, ook een beetje uh, per persoon zoekende naar uh, hoe, hoe kom ik binnen bij iemand, hoe krijg ik contact met iemand. En dat is per bewoner is dat ook verschillend. Um, wat mooi is, is dat wij. Um, We zijn natuurlijk een christelijk huis. En. Um, ja, je kan voor mensen soms al. Uh, op momenten dat mensen soms verdrietig zijn. Hè, mensen gaan, als ze dementie hebben, vaak ook zoeken naar hun ouders. Terwijl die al lang niet beleven. En dan kun je bijvoorbeeld door even met mensen. uit een, uh, een stukje uit de Bijbel te lezen. Of even te zingen met mensen. Uh, kun je mensen al een beetje tot rust brengen. Ja. Graaf zeg dat je dat, je dat doet. Um, ja, je hebt een uh, tijd lang in de zorg gewerkt als zelfstandig ondernemer, ZZP'er. Uh, ja. Je bent dan eigenlijk dan een ondernemer, inderdaad. Um, waarom deed je dat eigenlijk als ZZP'er werken in de zorg? Ik, ben, uh, uh, ik, ik was daarvoor in Loondienst en uh, ik ben op een gegeven moment een leuke man tegengekomen en die was internationaal vrachtwagenchauffeur. Dus die was alleen de weekenden thuis. En uh, ik werkte om het weekend. Als, als je een loondienst bent, werk je om de weekend als je een grote contract hebt. Ja, dan moet je echt oh, oh, ook gewoon, oh, gewoon op zaterdag of op, op, op zondag. moet je dan gewoon werken? Ja, dus werk op zaterdag ja. en zondag is dat. Ja, ja, ja. ja. Maar dus... als ZZP heb je dat dan niet? Nee, daarom ben ik ZZP gewo uh, geworden. Ik heb ervoor gekozen om dan de weekenden niet te werken. Door de week werkte ik elke dag. En in de weekenden was ik gewoon vrij. En dan had ik ook gewoon tijd om voor mijn privéleven. Ja. En ook om, om je man te zien dan? En ook om mijn, ja. uh, om mijn man te zien ja. ja, ja. ja. Uiteindelijk um, ben je weer terug in loondienst gegaan. Wat, wat, wat miste je dan aan het werken in loondienst? Als ik, uh, ik ZZP'er ben ik op heel veel verschillende plekken ben ik geweest en uh, ik merkte zelf al na een jaar eigenlijk begon ik al een beetje heimwee te krijgen van uh, ik ben op hele mooie ik ben ik heb gewerkt met hele mooie mensen die werken in de zorg en um, ja, ik begon te merken dat ik miste van ik hoor nergens meer bij. En je bent, um, je kan heel lang ergens werken, maar je blijft altijd een invalkracht. Ja. En ik ben toen eigenlijk ook een beetje gaan kijken en zoeken van, um, ja, waar, waar vind ik het leuk? En ik ben ook op plekken geweest die gewoon te ver weg waren van mijn woonadres. En toen ben ik uiteindelijk ben ik, um, in Elburg bij de, dat is ook voor de, voor de Lelygroep, is uh, Nieuw vijtenhof Daar heb ik een aantal maanden gewerkt. En uh, daar stopte de opdracht. Toen ben ik naar de Bunterhoek in Nunspeet gegaan. En uh, daar heb ik mijn plek gevonden op de afdeling waar ik dus nu werk. Ja. En, ik heb... en, en werk je dan nu in een fijn team waar je, waar je echt, echt aan bij hoort? Ja, ik, heb echt een, uh, ik werk echt met een heel uh, fijn betrokken team. die naar elkaar omkijkt. En um, ja, de bewoners. Um, de groep, zeg maar, de doelgroep waar ik nu voor werk, dat is ook hetgene wat ik dus uh, ja, leuk vind om mee te werken. Ja, ja. want hoe, hoe belangrijk is dat teamwork in de zorg? Ja, ik werk niet in de zorg, ik werk bij een radiostation. Maar hoe, hoe belangrijk is dat teamwork um, in, in de zorg? Dat je echt bij een team hoort en dat je er samen de schouders onder zet? Uh, het is vooral belangrijk dat je op elkaar terug kan vallen en dat kan zijn op uh, iets heel leuks. Iets heel gezelligs, wat er gebeurd is, bijvoorbeeld. Maar dat kan ook iets heel verdrietigs zijn. Of het kan ook zijn op het moment dat jij uh, in je privésituatie. Want hè, thuis hebben wij natuurlijk ook een privésituatie. waar soms ook leuke dingen gebeuren, maar ook uh, ja, hele verdrietige dingen gebeuren. Op het moment dat je dus uh, op je werk komt, dat het team daar is voor jou, om jou te steunen ook. En dat, dat is heel belangrijk en in het werk zelf ook. Wij maken natuurlijk uh, soms best wel heftige dingen mee. Uh, natuurlijk ook hele leuke dingen. Meer leuke dingen dan heftige dingen, gelukkig. Gelukkig. Ja. Maar de heftige dingen, ja, dat zijn wel dingen dat je dan even terug kan vallen op, op je team. Ja, dan ga je naar een collega toe of naar je leidinggevende en dan kun je het er even over hebben ja, met elkaar. Ja, het is zeker iets, uh, het, werk, het werk wat wij doen, dat kun je eigenlijk... Um, ja, heel veel mensen snappen niet wat, wat wij nou daadwerkelijk doen. Dus je kan het soms beter tegen een collega vertellen als dat je het mee naar huis toeneemt, want thuis hebben ze geen idee wat je eigenlijk doet op de dag. Ja. Fijn, fijn dat je er zo, zo kan terugvallen op je, op je collega's. Zou dat dan andere mensen ook aanraden om van ZZP'er ja, terug, terug in lonings te gaan? Ik denk sowieso dat het een keuze is die iedereen zelf moet maken. Um... Kijk, ik heb voor mezelf de keuze gemaakt. Uh, zodra, want mijn man werkt inmiddels uh, gewoon in Nederland zelf. Die is gestopt als internationaal chauffeur. En toen had ik voor mezelf zoiets van: ja, ik, uh, ik wil toch weer terug in loondienst. Om inderdaad ook uh, terug te kunnen vallen op, op, op mijn collega's. Maar ook dat je inhoudelijk beter weet wat er precies met een bewoner aan de hand is. Wat er moet gebeuren bij een bewoner. Dat zijn toch wel dingen die heel erg belangrijk ook zijn. Dan dat je ergens komt, je wast even iemand en je gaat weer weg. Ja, ja. je bouwt ook echt een band op met die bewoners daar. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Je, je bouwt zeker een band op. En um, ja, ik... ik dit is mijn persoonlijke keuze geweest, en dat is voor iedereen verschillend, is dat? Ja, die mag iedereen op zijn eigen manier maken. Ja. Sandra Fromijn, dankjewel voor dit gesprek. En wil je meer weten over werken in de zorg, bijvoorbeeld bij de Lely Zorggroep? Kijk dan op hun website, en dat is werkenmetwaardering.nl